Wij allerbeste al vrienden. Maar ik maak er met een prontabiggi. Brasa, yes, <laughs> man. Zeg je op piking, brasa je kome, defiserefi en. No make no once, well. Je moet zelf denken, daarvoor heb je je hoofd gekregen, lieve mensen. En aan een aantal van u moet ik echt zeggen, het hoofd is niet alleen voor een pet. Niet alleen voor een hoed. Niet alleen voor dreads, Niet alleen voor een pruik. Hoe mooi die ook lijkt, het is altijd vers, want het is niet van jou, het is altijd vals. Beste vrienden. Moet even rustig eraan. En laat niemand u vertellen dat het goed gaat in Suriname. Dat is niet waar. Men wil dat het goed gaat. Ja, ik ook. Heel erg zelf. Man, u je hoe prettig het zou zijn. Want als het goed gaat, echt goed gaat, hebben we nergens last van. We hoeven alleen maar te genieten van die Heerlijke zuurstof. Ik moet u vertellen, het is vandaag donderdag 26 januari. Het is nu, uh, even piepen, kwart voor zes vanmorgen, dus in de vroege ochtend. Het is lekker een beetje koud en dat zal het in deze dagen blijven. Ik dacht tot 30 maart. ...zal het kouder blijven in Suriname... ...het zal ook kouder aanvoelen... ...dus het is dus niet zo dat je zegt van... ...ik ah, weet niet, kouder op je ...je nee, uh, zult merken dat het koud is... ...ja man... <laughs> ...dus het enige wat je tegen de kou kan doen... ...goed kleden... ...ja... Yeah? ...weer on the rock... Dan <laughs> ga je bos rokken... ...en goed... ...dat is dat ding... Je moet nagaan dat het in Nederland eh, toch wel echt veel kouder is. Ik heb zelf meegemaakt dat we praten over 16 graden onder nul. Dat we zeggen, geen enkele tram kan meer rijden, geen enkele elektrische bus kan meer rijden. Zowel in, we praten over de tijd, hè, ik dacht iets van 40, bijna 40 jaar geleden in Arnhem, alles stond stil, bevroren. Rotterdam. Alles stond stil bevroren. Het was mooi. maar Het was mooi om te zien dat die hele samenleving ineens ah, op een rem staat. En dat er mijn baby no man, Niks man, go. Next, next, go. Auto, rij. Libes, man, wakker, want je glijdt uit. Ik heb een keer, ik woonde in Rotterdam. Op een gegeven moment even bij mijn zus in. Die over twee dagen... 80 jaar wordt. <laughs> Je hoort het goed. Ik heb oudere zussen ook hoor, maar die wordt 80 jaar. Echt een geweldige, lieve meid. Maar ja, nog. En ze woonden aan de Nozemanstraat. Dat is een zeestraat van de Vier-Ambachstraat. En ik kwam aangerend, want ik, had, ik, ik, ja, ik was er net en ik had werk gevonden, toch? Uh, als ja, toch. Arme studenten. Is het eerste wat je doet, is zoeken naar werk. En ik heb werk gevonden op de Botlek. Wees een geweldig. Ze zochten een poetige kerel. En, en ik, ik was poetig. <laughs> ik was poetig in die tijd. Net, uh, net twintig. Beste vrienden, ik rende zo enthousiast mijn huis uit. Niets weten, toch? Over hoe dat Holland eigenlijk speelt en wat er gebeurt. Man op de hoek begon ik uit te glijden... Ik heb nog, dus, me gratie, me gratie, me aksie, stop, hij me stop, naar briebrap, Afgelopen uit met dat verhaal. Dus, ik heb kennis gemaakt ermee. Dus je komt van, van binnen, dus je voelt die koning, toch? Je bent heel goed aangekleed, toch? Daar is zes voor gezorgd en, en eh, eh, mie Sargi, uh, mie Sogri. En oh mijn zorg dat yeah. Ja, wel mie Grati. Is niet normaal dat ik in dat Grati had ik zelf 10 om te vragen. Van 10 om, En die mie ik moet u eerlijk zeggen. Het eerste wat je doet. Je begint te kijken, heb ik niks gebruikt? Nee, ik had niks gebruikt. En daarna kijk je naar... Uh, wie, wie heeft me gezien? Want je schaamt je toch. <laughs> maar die mensen hebben geen idee Om te kijken wie is gevallen. Want als ze proberen om te leggen. Vallen ze ook. <laughs> Beste vrienden. Dat was gewoon. Een kleine intermezzo. En een leuke opening. Voor deze. Uh, Donderdag. Morgen. Ik moet dus zeggen. Alle mensen in Suriname. Die oren hebben. Die horen op dit ogenblik als ze wakker zijn, de vogeltjes die beginnen te fluiten. En alles gaat zo harmonisch en zo mooi, totdat die mensen wakker worden. Want op het moment dat die mensen wakker worden, dan worden die vogeltjes, ja, de mannen horen de vogels, die en ze maken herrie, de Surinamers houden van herrie. Harry, dus met barbari. En babari is nou precies wat wij niet nodig hebben. Eigenlijk hoort die mens te genieten van de rust. Van de stilte. Want alles wordt geboren in die stilte. Maar even... De aarde en alles, het geboren wordt door een big bang. Beste vrienden, laat die mensen met wat ze vertellen. Oké? Okay? Ik ga u zeggen, wat vandaag waar is, bleek in veel gevallen morgen niet waar te zijn. Gewoon omdat het is veranderd. Er zijn nieuwe inzichten. Daarbij gekomen. Toch? En. man Wanneer die nieuwe inzichten. Komen. Voor een regering die aan de macht is. Beste vrienden. Meestal. Uh, betekent het dan. Dat een heleboel dingen. krakkemikkig En krom zijn. Maar even langer terug gaan naar die stilte. Want die stilte. Kan redding brengen hè? Voor heel veel mensen. Anderen klagen, archibuara, dat ze stemmen horen in hun hoofd. Beste vrienden, het is verschrikkelijk. Als je die stemmen hoort in je hoofd, dan kan het zijn dat jij die stemmen hebt geplaagd en dat ze jou opnieuw plagen. Maar het kan ook zijn dat jouw ouders of voorouders die stemmen hebben geplaagd, waardoor ze nu. Een plek zoeken om, om, om thuis te zijn. En dan hoor je ze in, hun, in, je, in je hoofd. Je hoort stemmen praten. En dan ring je naar de dokter en naar de psychiater. En naar de psycholoog en naar de allerlei loog. En ze zeggen allemaal hebben ze gelogen. Want ze kunnen je er niet van afhelpen. Soms. Dan heb je geluk. En laten we nou beschouwen dat jij tot een van de mensen behoort die geluk hebt. Dan weet je dat je je rustig moet houden. En dan weet je ook. Dat de stilte het meest waardevolle is wat wij hebben gedurende het leven. Want daarna, zegt men, is alles stil. Weet ik ook niet, ik heb het nog niet gecontroleerd, dus u moet het gewoon aannemen. Maar in het leven zelf. Man. Alleen door de stilte kan je die focus horen fluiten. Alleen door de stilte. Kan je jouw lief in je oor horen fluisteren? Bij mij lukt het niet zo erg, want ik ben geweldig doof. Maar goed, dat weet u niet. En dat gelooft u natuurlijk ook niet wanneer u mij zo bezig ziet, maar het is waar. Ik ben een beetje doof. Maar daar zouden we het niet over hebben. Ik wil het met u hebben over een heel ander ding. En dat ander ding. Waar ik het met u over wil hebben, dat is waar iedereen op dit ogenblik over praat in Suriname. En wat praat men over, beste vrienden? Er bevinden zich op dit ogenblik vele Indiase broeders in onze straten. En dat de mensen zich zorgen maken daarover, dat kan ik begrijpen. Maar wij, wij gaan daar straks over praten. Nogueira, dadelijk kom ik terug bij u. En voor nu alvast, een geweldige, frisse morgen. Sta op, man. Luister naar zachte muziek. Laat je verwennen. Noem ik Babari. Divi-srivi. wat die vassie. Kijk ze aan. Wanneer ze tot je praten. Wees vriendelijk. Tegen iedereen. Maar besef dat niet iedereen jouw vriend is. En ik... Uh, Feliciteer vanmorgen ook mijn buurman die jaren in Nederland is geweest en ook terug is bij mij is gekomen. Dat was uh, vijf dagen geleden en hij heeft gezegd: Paul, ik word tachtig. Ook hij wordt tachtig. Ik word tachtig en uh, ik kom je even uitnodigen toch, maar. We moeten, ...we moeten toch een, een gemberbier drinken... Eh? ...en ik zei... ...ja ja, ja natuurlijk... ...Eugène... <laughs> ...wij noemden hem Jenny... ...en hij is mijn... Uh, ...buurman in Suriname... ...altijd geweest... ...want zijn familie woont nog steeds naast... ...mijn familie... ...en in Rotterdam... ...zijn we stadsgenoten... ...zo zie je... Een buurman van tachtig die mij komt vertellen dat hij twee dagen voor mijn zus jarig is. Mijn beste vrienden, de weer rustig. Maar de Maribo-groep later.